Beste kijkers, we staan hier bij de eerste enige echte kasteelheer van Gemert. We staan hier bij Bas van der Laar. Goedemiddag Bas. Goedemiddag. Leuk dat we zijn. Ja, in ieder geval proficiat met het volbrengen al van de hoofdburcht. En hoe vindt u tot nu toe gegaan met de verbouwing? Ja, de hoofdburcht achter mij, daar hebben we de restauratie zijn we eigenlijk afgelopen week hebben we die opgeleverd. En ja, leuk om te laten zien. Alle nieuwe dakkapellen, al nieuwe schilderwerk, maar ook het nieuwe metselwerk wat allemaal gerestaureerd is. Dus, en wat gaat er nog meer gebeuren in de nabije toekomst en wanneer denkt u het af te kunnen ronden? Ja, we zijn nu de volgende restauratie, dat is de buitenkant van de Volberg. Daar komen ook 5 appartementen en daaromheen komt het hotel. We zijn nu bezig met de lobby van het hotel, de huiskamer van het hotel. We derde, vierde kwartaal gaan we de appartementen en de Volberg opleveren. En het hotel, dat is eigenlijk het sluitstuk, willen we over 2 jaar klaar. Dus in het voorjaar van 2025. Oké, en je ziet alles wel heel gunstig tegemoet, denk ik. Ja, zeker. We zijn nu ook het hotel helemaal aan het vormgeven, samen met Studio Piet Boon. Hebben we nu de inrichting bepaald. Dus ik begrijp, als in 2025 alles gerealiseerd is, mogen we elke zondag weer gewoon door het park lopen? Elke zondag, elke maandag, heel de week door zijn we dan open. Ja. Dat is buitengewoon geweldig. Maar ik wil bedanken voor het interview en nog heel veel succes wensen. Ja, dankjewel. We gaan er iets moois van maken. Van Riepsdijk heet hij. De nazaat van hem is nog heel lang manager van Philips geweest. Die van Riepsdijk kreeg uitsluitend dochters. En een van die dochters, de oudste, die trouwde met meneer Lubs. En dus vererfde de hele boel naar de familie Lubs. Dag beste kijkers, we staan hier bij een van de bezoekers van de nieuwe hoofdburcht. En mevrouw, hoe vindt u het hier tot nu toe? Ja, goed. Ik weet het wel. Zou je willen dat elke zondag het kasteel open is? Ja. Ligt eraan. Voor de mensen is het niet fijn, maar voor de bezoeker wel. Dag beste kijkers, we staan hier bij Paul Verhees. En die kan ons een en ander vertellen over de brand in het kasteel van Gemert. Goedemiddag. Dankjewel. Mijn verhaal begint in 1999. Toen was ik op vakantie met mijn vrouw op IJsland. Noordelijk stadje, Ekurari, net zo groot als Gemert. Heeft wel een zeehaven, heeft een universiteit, heeft een stedelijk museum. En wij kochten daar kaartjes voor het stedelijk museum. Er staat een standbeeld voor van Jon Svendersson. Dat wist ik toen nog niet, maar zo heet die meneer. En dat was een kinderboekenschrijver. En aan hem is een klein museumpje gewijd achter het grote museum. Het Nonnahuis heet het. Ziet er van binnen zo uit. Laat zich lezen als een stripverhaal, allemaal tekeningen aan de muur. En op een gegeven moment zien we deze tekeningen hangen. Ik zeg, dat lijkt het kasteel in Gemert wel. Maar, ja. Don John lijkt ook nog wel, het hoofdgebouw. Het laat ze iets groter zien. Alleen, dat dak daar leek niet helemaal. Deze gebouwtjes kende ik niet. En we hadden al veel andere kastelen gezien hangen tussen die tekeningen, dus misschien toch ergens anders. Alhoewel hij vrij nauwkeurig de donjon getekend heeft hier. Dit gebouwtje, dat leek er nog het minst op, maar vooruit. En toen zag ik deze tekening. En ik wist dat in 1883 het kasteel hier afgebrand is. Bovendien staat hieronder Gemert nacht in brand. En toen wist ik zeker dat we in Gemert zaten.
Helemaal in het noorden van IJsland, 4 tekeningen van het kasteel in Gemert. Ik heb een kleine impressie. Wat vindt u nu van de hoofdburg hier in het kasteel in Gemert? Ik sta eigenlijk alleen nog maar hier en ik heb hem nauwelijks nog kunnen bekijken. Maar ik heb de hele voorbereidingen wel gevolgd en ik heb er een hele goede indruk van. Ik ben blij dat Vergemert behouden blijft met een andere functie. Trouwens wel grappig, ik liet net de naam van Ton Telen vallen. Ik heb er zo tegen Ton gezegd, wat jammer dat het kasteel van de Duitse ridders eigenlijk niet meer origineel is, niet meer authentiek. En toen zei Ton, weet je wat mooier van het kasteel van Vergemert is? Elke generatie heeft er zijn stempel op gedrukt. Het gebouw waar we hier tegenaan kijken staat op de fundering van het oorspronkelijke kasteel, maar is wel van 1740. Die kapel is van 1935 en de hoofdbouw is nou weer gerestaureerd voor een nieuwe functie. Mooi dat je een heel oud gebouw telkens een nieuwe bestemming kunt geven. Heel mooi. Mark, u hartelijk bedankt voor het interview en nog veel plezier wensen. Dankjewel.